Oké, welkom bij een nieuwe workout. We gaan beginnen met de warming-up. Voor de warming-up heb je je kettlebell of je dumbbell nodig. En we gaan 4 minuten werken, rustig aan om lekker warm te worden. En we beginnen met 5 goblet squats. Dus je pakt de dumbbell of je kettlebell lekker bij je borst vast. Knieën overdraaien, voeten schroef je de grond in. Je zakt rustig door, hou je borst op. En je komt weer omhoog. Dat doen we 5 herhalingen. Ja? Dus netjes rechtop blijven, niet te veel naar voren duiken. Oké, dan hebben we 5 V-ups. Als V-ups iets te zwaar zijn, dan kun je ook tuck-ups doen. V-up is strekken en je reikt met je handen naar je tenen. Ja? En is dit iets te zwaar, dan doe je tuck-up. Dus dan buig je je knieën en dan probeer je zo naar je hakken te komen. Oké, en dan hebben we nog 10 keer de bend-over row met de dumbbell, met de kettlebell. Dus dat doe je 5 keer met links. Ja, let op dat je rug hebt, zodat je niet doorzakt daar. 5 keer links en 5 keer rechts. En mocht je een hele zware kettlebell of dumbbell hebben, dan pak je hem 10 keer met 2 armen. Ja, het is niet de bedoeling dat we nu al gaan verzuren, want het is warming up. Oké, voordat de warming up, 4 minuten gewoon rondjes draaien. Right, dan gaan we naar de mobility. En voor de mobility hebben we 3 rondjes van 5 inchworms. Dus je gaat met gestrekte benen naar de vloer. Vanuit daar maak je een push-up. Kom je naar voren. Je mag de push-up van je knieën maken. Juist. En dan ga je weer terug. Vind je het lastig om met gestrekte benen naar elkaar toe te gaan of met je handen naar je teen te komen, dan mag je ietsjes breder gaan staan. Ja, dat doe je 5 keer. Dan hebben we 5 keer seal to down dog. Dus je duwt jezelf omhoog. Heupen probeer je aan de grond te houden. Schouders zijn weg van je oren. Kin wat omhoog. En dan vanuit hier duw je jezelf naar de down dog. Dus je duwt je hoofd door je armen. Je probeert je hakken naar de grond te duwen om even wat stretch in je kuit te krijgen. En dan hou je 3 tellen vast. Beneden en 3 tellen vast boven. Oké. En dan hebben we nog 5 keer een seated side bend. Sit-up. Seated side bend in de pancake stress. Dus ga met je benen wijd. Je draait open naar rechts. Met je rechterhand ga je richting je rechter teen. Juist, dus ook 5 keer rechts. En dan 5 keer naar links. Dus goed open draaien naar de zijkant en dan daarin naar de zijkant gaan. Oké, en deze doe je ook weer 3 keer. Alright. Oké. Gaan we verder met het strength onderdeel. Voor het strength onderdeel hebben we 3 rondjes van 10 dumbbell side bends. Dus links en rechts. Wat je doet is, je pakt je dumbbell vast. En je brengt hem van je af. Dus alsof je op het podium staat en je wil je lats laten zien. Schouders naar achter. Nu ga je naar rechts doorbuigen. Houd de dumbbell van je af. En vanuit daar strek je hem weer op. Let op dat je niet naar voren gaat of naar achter. Echt, hou je schouder over je schouder naar de zijkant. Oké, 10 keer rechts en daarna 10 keer links. Ja, dus netjes rechtop blijven. Hou die dumbbell van je af. Dan gaan we naar de side plank sit-up. Dus je komt steun op je elleboog. Je heupen naar voren duwen. Omhoog komen. Naar beneden. En weer op. Doe dit rustig aan. Gewoon rustig naar de grond. Dus laat jezelf niet vallen. Rustig naar de grond. En weer opkomen. Ook weer 10 rechts. En dan 10 links. Dan gaan we naar de back plank. Die doen we 30 tot 60 seconden. Kijk even wat voor jou mogelijk is. Je steunt op je ellebogen. Je gaat naar je hakken. Schouders breng je naar achter. En je brengt je billen zo hoog mogelijk. Ja, dus hier hou je hem 30 tot 60 seconden vast. Dat is best wel zwaar. Focus erop dat je die billen goed aanspant en omhoog drukt. Ja? Oké, en dan als laatste hebben we 45 tot 60 seconden plank. In de plank wil je zorgen dat je schouders boven je ellebogen zijn. Niet in je rug hangen. Schaars in je rug hangen. Dus niet daar, maar juist proberen een beetje te bollen hier zo. En dan hou je
45 tot 60 seconden vast. Ja? Deze hele set doen we 3 keer. Succes! Oké, dan zijn we aangekomen bij de workout. Voor de workout heb je een tafel nodig. Of misschien heb je thuis ringen, iets waar je aan kan hangen. Ik denk dat de eettafel hoog genoeg is. Wij hebben 2 bankjes, dus iets lager. Heb je een lage tafel, dan moet je hem wat breder vastpakken. Voor de workout hebben we 21, 18, 15, 12, 9, 6 en 3 herhalingen van de table row en goblet squats. Dus je gaat onder je tafel liggen. Die kun je dus aan de rand vastpakken. Wij hebben hier even iets anders opgesteld. Dit kun je dus eventueel ook thuis als je iets van een stok hebt en 2 stoelen kun je eronder. Maar die zijn wel lager, dus dan moet je hem ietsjes breder vastpakken. Hak op de grond en dan vanuit daar trek je je naar de stok of naar de tafel toe. Dus als je onder de tafel hangt hier, boksen naartoe en helemaal uitstrekken tot zover dat dan lukt als je een lage tafel hebt. Ja? Oké, en dan hebben we daarna de goblet squat, dus met je kettlebell of met je dumbbell. Gewoon lekker dicht bij je box houden, doorzakken en weer op. Let weer op dat je je knieën netjes naar buiten drukt, open draaien. En hier mag je lekker tempo in maken. Yes? Dus 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3. Succes!